Armoede is uitsluiting. Wij zijn hier om te pleiten voor het op de agenda zetten van het basisinkomen. De oplossingen die op dit moment worden bedacht voor armoede, dat zijn pleisters, die worden geplakt. Er zijn in Tilburg 11.000 gezinnen, 11.000 huishoudens die leven op de armoedegrens of onder de armoedegrens. Het aantal kinderen daarvan is zeker 6.000. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Waar is onze Poen gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Allemaal naar Wassenaar. Om aandacht te vragen voor de extreme armoede en uitsluiting. Al decennia lang voor de crisis begonnen leven mensen, met name in oudergezinnen, al ver onder het minimum. Die komen 200 tot 300 toen guldens, nu euro's, tekort om gewoon te leven.